Excelsior Sluis speelt opnieuw met 1-1 gelijk tegen Kozakken Boys. Sta ik hier met een tevreden trainer? Ja, ik denk dat we gezien de achterstand in de eindfase, dat we alles of niets gingen spelen. Met nog meer lengte voorin en we zijn geloof ik met 2 verdedigers geëindigd. Dus ik geloof dat we 2-3-5 speelden in de eindfase. Ja, en dan valt hij nog. Ik denk dat de wedstrijd amper kans had, ook van Kozakken Boys kant niet. Ja, en het wordt 1-1. Dus ik denk dat het ook wel een terechte weergave van het spel is. Ja, het eerste uur was het zeker niet hartverwarmend. Nee, kijk, weet je, Kozakken Boys is een van de best aanvallende ploegen van deze afdeling. En wij een van de best verdedigende ploegen. Dus ja, Kozakken Boys die kwam er eigenlijk niet echt doorheen. Ja, wij kunnen wel goed verdedigen. Maar ja, ik vond dat wij te weinig in de eerste helft in ieder geval uit de counter haalden. Ik denk dat daar wel kansen voor ons lagen. En wij moesten het vandaag hebben van counters en spelhervattingen. Nou, en dan scoren we uit een spelhervatting. Ja, er stond een strakke wind op het veld. Het veld zelf was ook aardig glad. Had dat voor invloed op het spel? Ja, ik denk als je neutraal gaat kijken, ik ben iets gekleurd, dan zie je balaannames, mensen die die bal die stuit het van voeten af. Ja, de wind speelt een rol vandaag. Dus nee, het waren niet de ideale omstandigheden om eens een Barcelona-Tiki-Taka wedstrijd te zien. Ja, ik zag tijdens de rest ook druk met de scheidsrechters in de weer. Wat vond je van de leiding vandaag? Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet druk geweest met de scheidsrechter wat mij betreft. De vierde official heb ik een aantal keer aangesproken vanwege het feit dat er een twijfelgeval was. Maar volgens mij prima met elkaar besproken. Met de scheidsrechter heb ik eigenlijk helemaal niet gesproken tijdens de wedstrijd. Dus. Excelsior Marseille maakte de doelpunt te moeilijk. Is het dan puntjes sprokkelen voor jullie? Ja, gewoon zorgen dat je de nul houdt en puntjes sprokkelen. Ja, we hebben 7 punten uit 7 wedstrijden. We hebben nog nooit meer dan 1 doelpunt gemaakt. En op Achilles na, waarin we 3-0 verliezen met uiteindelijk zelfs 9 man. Als we die wegstrepen, dan hebben we ook nog nooit meer dan 1 doelpunt tegen gehad. Dus wil je de toto invullen, dan zou je voor Excelsior Maassluis of een 1-0, of een 1-1, of een 0-1 in moeten vullen. Dankjewel. Danny, 1-1 bij Excelsior Maassluis. Ik neem aan dat je niet tevreden bent. Nee, omdat ik vind dat we het eigenlijk onnodig weggeven. Ik bedoel, het was een hele matige wedstrijd. Matige arbitrage. Slecht weer, dus alle ingrediënten klopten. Maar oké, voor een goede voetballende wedstrijd heb je 2 ploegen nodig die intentie hebben. Nou, wij speelden vandaag tegen een ploeg die hebben die intentie niet. Ja, die willen gewoon alleen maar de lange bal spelen. Dat is hun goed recht. Maar ik vind dat wij daar goed op geanticipeerd hebben. Alleen zelf waren we ook niet top aan de bal. En dan valt hij gelukkig toch een keer goed. Volgens mij 1 minuut of 20 voor tijd. Dan kom je 0-1 voor. Ja, dan moet je hem over de streep trekken. En, ja. Dan geven we misschien een onnodige vrije trap weg. Ik weet niet of het een vrije trap was. Sowieso ongelooflijk natuurlijk dat zo'n scheidsrechter dan in de laatste 10 minuten 12 vrije trappen aan hun geeft. Oké, dan mogen we hem niet zo weggeven. En dat doen we wel. En dan voel je de pijn van dat je een overwinning in handen hebt en dat je nu maar met 1 punt staat. Ja, je zegt al, alle ingrediënten waren aanwezig. Harde wind, glad veld, lastige omstandigheden. Ja. Laat ik dat over dat veld maar niks zeggen. Er lijkt nog geen hond op schijten, maar dat is echt verschrikkelijk. Maar oké, je moet handelen met de situatie zoals die is. En ik denk dat beide ploegen heel weinig uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. Bij in de tweede helft eentje dan met Morera. Vrije schietkans vanaf de 16, die gaat naast. Zij een paar keer opportun. En dan hebben wij een keer dat hij in de 16 goed valt met Reilly. Ja, dan sta je 0-1 voor en dan moet je hem over de streep trekken. En dan mag het niet zo zijn dat hij uit de spellenvatting in 3 situaties binnen gaat. Een paar minuten voor tijd. Ja, dan speel je 1-1. En misschien was het wel een terechte uitslag bij deze wedstrijd. Ik kijk natuurlijk door een gekleurde bril, maar het was een... We hebben niet aan klantenbinding gedaan. Ik ben sowieso verbaasd dat ze hier nog dan mensen hebben die elke week komen kijken. Want het is geen voetbal om warm van te worden. Maar oké, daar hadden wij vandaag ook een aandeel in. Yes, dankjewel. Toch al zet iets kleiner. Ja. Als met links. Gek van, hè? Mijn telefoon aan. Jullie 1-1 bij Excelsior Maassluis. Ja, terechte uitslag. Ik denk het wel. Eerste helft creëren wij weinig, eigenlijk tot niet, helemaal geen kans. Hun creëren ook eigenlijk niks. En ik denk tweede helft heb je een halve kans, zeg maar, met Morera, of tenminste een kans met Morera, een volley. Die gaat net naast. Daarna krijg je de bal bij Reilly.
die schiet die goed binnen. En ja, hun krijgen dan tweede helft een halve kans en die maken hun af. Ik denk een terechte uitslag eigenlijk. Ja, vooral het eerste uur was het eigenlijk niet om aan te zien. De spelers gingen op en neer met alle kansen. Hoe is dat in het veld? Ja, ik denk dat ik me bij jou aan moet sluiten. Dat het eigenlijk niet om aan te zien was. Eigenlijk willen wij altijd voetballen. Ja, dat kon vandaag wel. Maar ik denk... in het veld was het best wel een moeilijke wedstrijd om er doorheen te voetballen. De bal naar Riley werd altijd kort gezet door de verdedigers. Dus dat was ook moeilijk om hen te bereiken. En uit de tweede lijn, zeg maar, de bal erachter, er was weinig diepte vandaag ook bij ons in de eerste helft. Dus ik denk een moeilijke wedstrijd eigenlijk. Ja, en daarnaast stond er nog eens een harde wind op het veld, nu nog steeds trouwens. Ja, klopt. Het veld was glad, lastig in omstandigheden. Ja, ik ben blij dat het veld eigenlijk vandaag glad was. Normaal is het droog hier en dan stuit het die vaak op. Maar ja, zoals je zelf zegt, lastige omstandigheden. Binnenkort betere temperaturen voor jou, want je bent weer geselecteerd voor Curaçao. Ja, dat klopt. Ik ben weer geselecteerd. Ik moest eigenlijk gisteren weg. Maar ze hebben met de club heeft geregeld, zeg maar, dat ik deze wedstrijd ook nog kon meedoen. Daar ben ik ook blij om, want ik wil ook gewoon hier spelen en het team helpen. En nu vlieg ik morgen naar Qatar. Wat is dan het programma de komende dagen? Ik denk morgen kom ik pas in de avond daaraan. En dan is het maandag trainen, dinsdag wedstrijd en voor mij dan woensdag, voor ons allemaal dan woensdag weer naar huis. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Qatar? Ja, dat klopt. Vriendschappelijke wedstrijd tegen Qatar, ja. Ja, lekker. Ja, dankjewel. Top, dankjewel. Is goed, man. Alsjeblieft. Fijne dag, man. Doei.